De 1000 meter, de afsluitende afstand voor de vrouwen, is ook een afstand waarbij volgens de regels van de ISU tegenwoordig de klassementstoppers in de laatste groep starten. Vandaar dat het verhaal van die 1000 meter oppikken bij rit nummer 6, waarin we Herma Meijer als eerste Nederlandse aan de start zien staan. Haar tegenstander is Suzanne Osch, de Canadese. En dan moet u ook nog weten dat de snelste tijd uit de 5 voorgaande ritten die is geweest van Emese Hunyadi, de Oostenrijkse, die een echt heel goede tijd realiseerde van 1.22.61. Osch 18.9, dat is wel de snelste opening tot nu toe. 19.4 voor Herma Meijer. Meijer staat na 3 afstanden 17e in het klassement, Osch 12e. Met andere woorden, ze zijn niet echt van belang voor de eindklasseringen. Maar Herma zal toch wel op 1 afstand willen laten zien dat ze er nog bij hoort. Tot op heden heeft ze dat eigenlijk niet aangetoond. 600 meter tijd, Osch nog altijd aan de leiding, 50.6. Nu 16e van een seconde langzamer dan Hunyadi. En 51.3 voor Meijer. Herma gaat naar de laatste buitenbocht en dat zal betekenen dat Osch misschien nog weer terug kan komen, hoewel het met de Canadezen een beetje op lijkt te zijn. Maar ook met Meijer gaat het niet echt voortvarend meer, maar toch kan Herma de ritzegen nog binnenhalen, dat is netjes. 1.24.62. Ja, en dan verlies je toch 2 seconden ten opzichte van de snelste tijd tot nu toe, die van Hunyadi.